Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Dani Visser en vandaag ga ik jullie laten zien wat mijn favoriete spelers zijn in FIFA 20. Oké, zoals jullie allemaal weten is afgelopen week zijn de ratings uitgekomen, natuurlijk 1 tot en met 100. Op FUTWIS kan je alle andere ratings vinden van elke speler. En ik wil vandaag even zeggen welke ik denk dat hard gaan worden in FIFA 20. Welke goed gaan worden, welke overpowered gaan worden. En ik ga wat starter squads laten zien. Of, nou ja, starter squads. Squads die je na 2-3 weken kan hebben. Dus ik hoop dat je dit idee leuk vindt en let's go. Oké, jongens, let niet op de shirt switch. Het is de volgende ochtend, dus vandaar. Maar ik wil beginnen met de spelers die jij na 2-3 weken liefst bedoel ik, kan hebben. En veel gedraft hebben. Dus laten we daar gelijk naar gaan kijken. De eerste speler die ik wil gaan bespreken is Martial. Zoals je kunt zien zijn stats heel ziek. 89 pace, 85 dribbling. Hij is elk jaar gewoon een monster in het begin. Waarschijnlijk krijgt hij weer 4-star skills en 4-star weak foot. Of misschien had hij trouwens vorig jaar 3-star weak foot. Maar wie weet krijgt hij weer 4-star. In ieder geval, deze gast is gewoon elk jaar een monster. Elk jaar een aanwinst voor je team. En ik zou zeggen, laten we volgen naar de volgende. De volgende is Lucas Moura. De Ajax-fans zullen niet zo erg van hem houden. Maar zoals je kunt zien heeft hij een enorm goede upgrade gekregen. En denk ik, want ik heb de demo een klein beetje kunnen spelen, dat Lucas Moura erg goed is. Hij is snel aan de bal, kan goed dribbelen. 4-star skill moves. Weak foot weet ik niet. Hij is gewoon echt een heerlijk kaartje. En dan de volgende aanvaller, ook uit de Premier League, Wilfried Zaha. Het is een monster ook. Hij kan rennen. Hij heeft 5-star skill moves zelfs. Zijn schot is iets minder, dat is een beetje jammer omdat hij een spits is. Maar het is zeker een chique kaart, vooral omdat ik denk dat je hem zelfs de eerste week misschien wel kan kopen. Ik denk niet dat hij veel te duur gaat worden. Maar hij heeft gewoon een heerlijk kaartje. Gaan we door naar de volgende en dat is de blanke Kante. Ik ben natuurlijk een Arsenal fan en ik hou zoveel van deze gast. Lucas Torreira, hij heeft enorm goede stats gewoon. Hij heeft een best wel goede upgrade gekregen. Volgens mij kreeg hij vorig jaar al die winter upgrade of zomer upgrade, weet ik niet precies. Maar hij kreeg al die upgrade. Hij heeft gewoon een heerlijk kaartje, kan verdedigen, is niet traag, hij is best wel sterk, hij kan dribbelen, 4-star skill moves. Het enige nadeel is dat hij klein is. Maar ja, dat is Kante natuurlijk zelf ook. En ik vind dat het gewoon een heel goed kaartje is. Daarnaast zijn er nog 3 spelers die je na 2-3 weken al in je team zou kunnen hebben. Die bij mij als eerste eruit sprongen. Nummer 1 is Akanji. 78 pace, gewoon een pure monster op je centerback positie. 83 rated. Ik denk wel dat deze richting de 20k gaat worden. Of misschien wel iets meer in het begin van FIFA. Is niet raar, want kijk zijn stats. Het is gewoon echt een beest. Ga door naar de volgende, is Kimpembe. De Jan Boskamp Kimpembe. Of ik weet niet meer hoe die het uitsprak. In ieder geval, deze man is ook echt goed. Best wel makkelijk te linken, aangezien die Frans is. Het enige probleem is dat zijn workrates vorig jaar een beetje matig waren. Maar ja, moet je maar mee zien om te gaan, denk ik. En dan komen we aan bij de laatste, Inaki Williams. Dit is ook echt, hij is ziek goed. Hij is sterk, snel, kan oké schieten, kan dribbelen. Volgens mij heeft hij ook nog 4-star skill moves. Of misschien wel 5, maar ik denk 4. Hij is gewoon de perfecte spits. Hij komt uit de La Liga, dus valt ook wel makkelijk te linken. Hij is Spaans, dus je kan hem ook nog met andere competities linken. En ik zou zeggen, laten we doorgaan naar een paar teams met dit soort spelers erin. Oké, we beginnen met dit team. Ik wil het wel een klein beetje anders doen, want ik ga zo nog echte cheap bees bespreken. Gewoon echt goedkope die je na een paar dagen kunt kopen. En die ga ik ook in dezelfde teams verwerken. Dus eerst is dit een team wat best wel duur gaat zijn, maar wat je inderdaad na wel 3-4 weken kan kopen. Dus die wil ik nu gaan laten zien. En dan ga ik gewoon met jullie meekijken. Oké, jongens, dit is het team op doel Burki, 85 rated. Hoeft natuurlijk niet duur te worden, want keepers zijn nooit zo duur. Akanji, die heb ik net besproken, enorm goed. Schulz, 90 pace voor een linksback. 76 physical, best wel een prima kaartje, hij is op de demo ook goed. Delaney, ik weet niet hoe je zijn naam uitspreekt. Hij heeft echt monsterlijke stats, gewoon, die moet wel goed zijn. Gomez, die ga ik zo bespreken, is echt een beest. Torreira heb ik net besproken. Martial net besproken. Moura net besproken. En Pepe heeft ook gewoon een heel goed kaartje. En natuurlijk weer Arsenal, waar ik blij van word. Hij kost ook best wat voor Arsenal, maar daar heb je ook wat. En hij is gewoon heel goed. Dit wil ik ermee doen in-game. Oké, dit is dan het team in-game 4-2-3-1. Elke opstelling die ik nu even ga bespreken, ga ik daarna in 4-2-3-1 zetten.
daar zijn deze opstellingen ook op gebaseerd. Ik zou namelijk Lucas op 10 zetten, Pepe en Martial aan de zijkanten, Torreira en Delaney natuurlijk op de twee CDM-posities en Rashford in de spits. Je hebt overal snelheid in de aanval, wat super chill is. Je hebt gewoon twee goede CDM's en je hebt een hele stabiele defensie. Dus ik denk dat dit team heel goed is om na een paar weekjes te hebben. Let me know in de comments of je misschien een verbetering hebt aan dit team. Met een beetje budget. En dan gaan we door naar de volgende spelers. En daarna ga ik nog wat teams laten zien. En dan is de video afgelopen. Oké, zoals ik had gezegd gaan we nu door naar de T-Beast. En we beginnen met Upamecano. Zoals je kunt zien, centerback van Red Bull Leipzig. Fransman. Hij heeft 76 pace, 80 physical en 75 defending. Deze kan je gewoon waarschijnlijk op dag 1 kopen. Want hij gaat niet duurder zijn dan 5k of zo, verwacht ik. Maar kijk zijn stats, dit is gewoon ziek. En het leukste is nog dat je een andere Fransman van Red Bull Leipzig ernaast kan zetten. Namelijk deze gast, Konaté. Kijk naar zijn stats, die zijn misschien nog wel beter. Hij heeft ook veel pace, veel physical, prima defending. Het zijn gewoon twee zieke beesten die je naast elkaar kan gooien. Perfect voor een hybrid. Ze hebben namelijk al twee groene linkjes, zeg maar. Ze hebben een superlink, of ik weet niet hoe je dat noemt, hyperlink. Waardoor het eigenlijk onmogelijk is dat ze niet op 10 komen te staan. Maar ik laat er straks al team zien met deze gasten erin. En we gaan door naar de volgende. En de volgende is weer iemand uit de Premier League. Zoals al best wel veel spelers die ik heb opgenoemd. En weer een Fransman, namelijk Sissoko. 89 physical, 80 pace. Prima allround stats. Kan prima dribbelen, kan goed verdedigen. Kan oké schieten. Kan oké pasen. Het is gewoon echt allrounder. Het is gewoon echt een superspeler om de eerste week in je team te gooien. Ik kan geen indicatie geven van hoe duur hij gaat worden. Want ik verwacht dat hij wel duurder dan een Upamecano en een Konaté gaat worden natuurlijk. Want hij heeft gewoon insane stats. Maar we gaan het zien. Ik verwacht wel dat je hem na één week kan kopen. Dus laten we dat hopen. En dan gaan we door. En wat een toeval. Het is weer een hyperlink. En Dombele, ook van Spurs. Ook een Fransman. Alleen maar Fransmannen tot nu toe. Die Fransen die zijn gewoon tank. En Dombele, kijk zijn stats. 4-star skills heeft hij ook nog. Hij heeft gewoon zieke stats. Goede pace weer. Goede dribbling, 87. Goede defending. Goede physical. Hij is gewoon, zeg maar, jouw aanvallende CVM. En Sissoko ernaast. Zoiets, maakt niet uit. Gewoon twee beesten. En je raadt het natuurlijk al, weer een Fransman, ditmaal linksback Mandy, van Real Madrid natuurlijk. Kijk naar zijn stats, 80 rated, ik denk dat ik hem in mijn basis ga spelen voor een hele lange tijd. Ik verwacht ook dat hij wel richting de 30, 40k gaat worden, omdat er niet veel, heel veel betere linksbacks zijn dan hij. Hij heeft 4-star skills, hij is lang, de perfecte linksback. Dan komen we aan bij onze vriend van Liverpool, Gomez. 80 pace als centerback. Goede defending, goede physical. En het is gewoon een beest voor op centerback. En vooral voor de eerste week. En dan komen we misschien wel bij de grootste beest aan van dit rijtje. Namelijk Delaney. Ik heb geen idee hoe ik zijn naam uitspreek nogmaals. Maar kijk zijn stats, 75 pace. Hele zieke defending, hele zieke physical. Dribbling is prima voor een CDM. Zijn shooting is wat minder, maar dat heb je niet echt nodig. En zijn passing is ook gewoon oké. Dit is echt een beest. Ik zou hem sowieso kopen als ik jullie was. Voor als je geen FIFA points uitgeeft. Want dit is echt een ziek monster. Nu ga ik nog een paar teams laten zien. Ik denk 2 of 3. Waar deze spelers in voorkomen. En misschien nog een paar van de vorige die ik heb benoemd. En dan is de video afgelopen. Oké, en dan komen we aan bij het eerste team. Op doel, Castils. Hij is heel lang. Prima keeper. Twee centerbacks natuurlijk die we hebben besproken. Konaté en Akanji. Linksback ook besproken. Is namelijk Mandy. Da Costa, prima. Delaney, zoals ik al zei, super goede speler. En Dombele ernaast. Ik heb even niet de 4-2-3-1 formatie hierbij gedaan. Maar die kan je zelf wel verzinnen op zich. Want Lokelso komt natuurlijk gewoon op 10. Bellarabia rechts, Vinicius links en Lucas in de spits. Vinicius Junior ziet er best wel goed uit. Goede pace, goede dribbling. Lucas, zoals ik al zei, heerlijk kaartje. En Bellarabi is gewoon super goed. Oké, en dan komen we aan bij dit team.
team. Het is een beetje een soort gelijk team. Dezelfde centerback, dezelfde keeper, dezelfde rechtsback. En Ndombele komt terug, Mandy komt terug, Bellarabi komt terug. Alleen deze is iets duurder. Ik heb Sissoko toegevoegd. Ik heb Saha toegevoegd. Die komt wel op 8 chemistry te staan, zodra je ermee speelt. Dat is op zich geen probleem. Maar ik heb ook Martial toegevoegd. Martial is echt elk jaar is hij gewoon vet goed. En gewoon, hij is overpowered. Gewoon, hij is beter dan zijn kaartje zegt, zeg maar. Dit is gewoon een heel solid team. Ik heb Brand toegevoegd. Het is een heel goed kaartje. Ook in de demo speelt hij lekker. Die gaat op 10. Zoals je kunt zien, dit is de 4-2-3-1 formatie ervan. Best logisch eigenlijk. Bellarabi rechts, Martial links. Saha in de spits, Brand op 10. Dat is het eigenlijk. En dit waren mijn teams. En ik denk dat je deze op zich de eerste weken wel kunt gaan halen. En ik hoop dat je er ook wat aan hebt. Laat me weten of je een van deze teams gaat proberen, gaat kopen. En als de game dan daadwerkelijk uit is, laat me dan ook even weten hoe deze teams spelen. Oké, jongens, en dat was alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie genoten hebben. We hebben natuurlijk Cheap Beasts besproken. We hebben ook mensen, spelers besproken die na 3-4 weken nog steeds heel goed gaan zijn. Ik heb een paar teams aan jullie laten zien en ik hoop dat jullie er wat aan hadden. Vond je deze video nou leuk? Gooi even dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Zet je notificaties aan, nota bene. En dan denk ik dat ik jullie bij de volgende video terugzie. Later.